Is een melkverwerker op de Dennekamp 1B in Groesbeek een goed plan? Voorheen zat op deze locatie de mega kippenfarm van Van Deursen. De gemeenteraad van Bergendal is donderdagavond niet akkoord gegaan met de komst van een melkfabriek in Groesbeek. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom opnieuw aan tafel met de ontwikkelaar. Vrijdagochtend is een begin gemaakt met het installeren van de beveiligingscamera's in het gebied rondom de Vlaamse Gas in Nijmegen. Burgemeester Bruls heeft hier begin december toe besloten. In het gebied rond de Vlaamse Gas vindt veel drugscriminaliteit plaats. Cameratoezicht kan de politie ondersteunen bij hun werk dat zo gerichter gedaan kan worden. De camera's staan er in ieder geval twee jaar, daarna volgt een evaluatie. De camera's zullen zo snel mogelijk operationeel worden. De gemeente Nijmegen onderzoekt of het mogelijk is om een milieuzone voor de hele stad in te voeren. Die milieuzone geldt dan niet alleen voor auto's en vrachtverkeer, maar ook voor de scheepvaart. Jaarlijks vaart een groot aantal schepen over de waal door de stad Nijmegen. Die schepen zorgen voor ongeveer evenveel CO2-uitstoot als het verkeer op de weg. Wanneer deze milieuzone er komt, zal Nijmegen de eerste stad in ons land zijn die dit heeft. Het doel van de zone is een schonere lucht in 2022. Nu Nijmegen de eervolle titel European Green Capital zal gaan dragen, moet die titel natuurlijk wel waargemaakt worden. De genoemde milieuzone kan dan een mooi initiatief zijn. Als je naar het Goffertstadion komt, neem dan een kerstcadeau mee. Dat is de oproep van NEC aan supporters. Op die manier wil de club voorzien in een cadeau voor mensen die het moeilijk hebben. Cadeaus die overblijven worden aan de voedselbank gegeven.